De artsen die keken naar mijn moeder en toen dacht ze van, nou, dat gaat wel goed. En toen keken ze naar mij en toen dachten ze, dat gaat niet goed. Totdat ik begon te bewegen en toen, toen was het wonder, zeg maar, in het Centraal Ziekenhuis geboren. Moeder de Wit was pas zes maanden zwanger toen ze plotseling weeën kreeg. In het ziekenhuis kwam de kleine Ron van 820 gram ter wereld. Ze dachten dat hij het niet haalde. Ja, dat is, dat is heel, heel klein en heel, en heel moeilijk. En ik was ja, de eerste in het Centraal Ziekenhuis. De kans om als prematuurtje van 24 maanden te overleven was destijds dus heel klein. Daarom werd Ron ook wonderbaby genoemd. Iedereen, inclusief de pers, stond dan ook dagen op de stoep. Al na een paar dagen vond vooral ook mijn moeder het niet meer leuk. Want ja, alle mensen die stonden daar... Te kijken voor de ramen, van ja, er was toch een wonder geboren in het Centraal Ziekenhuis. En toen werd het wat minder. De pers volgde het opgroeien van Ron op de voet. De Telegraaf, de libelle, het Noord-Hollands Dagblad. En die hielden dat elk jaar bij. Als ik dan jarig was, dat, dan kwam ik weer in de bladen te staan. En Ron blijkt door de jaren heen een taaie te zijn. Hij is maar zelden ziek. Wel is hij blind aan één oog. Twee ogen had ik net loslatingen En één oog hebben ze geopereerd en dat is niet goed gegaan. Kijk, een bloeding. Ja, en dan kunnen ze er niks meer aan doen. En hoe dolblij Ron ook is met zijn 50 jaar, het is nog niet genoeg. Nou, op naar de volgende 50, Want dat wil iedereen toch?